Annelies Dom, kerstvers Belgisch kampioen bij de dames elite. In welke mate had je vanmorgen jezelf kans gegeven op de titel? Zeer weinig, want we zijn met een heel sterke ploeg die dat allemaal konden winnen vandaag. Daarnaast zijn er nog een paar heel sterke renners, gelijk Jolien Doorn en Sophie Duyck. En dat maakt het eigenlijk helemaal niet gemakkelijk om te winnen. Of om echt expliciet te zeggen van vandaag wordt mijn dag en ik ga hier winnen vandaag. Zeker en vast niet. De Lotto Soudal Ladies hebben een heel bepalende rol gespeeld in de koers. Ik denk dat de tactiek van de ploeg heel goed was. Dat we de koers hebben mee opengebroken. We zaten in elke demarrage mee vertegenwoordigd met verschillende renners. Zowel Kelly van der Steen als Valérie de Meij hebben heel sterk gereden. Ook in de kop van de wedstrijd. Ook Alana Kastrik, die eigenlijk voor de zeer vroege aanval koos. Wil ik toch nog eens benadrukken dat dat voor iemand van 19 jaar heel sterk is. Een heel sterke prestatie. En nog maar eens eigenlijk onderstreept hoe sterk Lotto Soudal Ladies in de breedte wel niet is. Jullie zijn uiteindelijk de slotronde ingegaan met 4 rensters, waarvan 2 rensters van Lotto Soudal Ladies. Hoe is die slotronde verlopen? Ja, we hadden uiteindelijk niet meer zo heel veel voorsprong. Het was gewoon blijven rijden om voorsprong te behouden. En we hebben dan ook slag om slinger gedemarreerd. Ik met Valérie, bij mij zat er niet meer echt veel op. Want ik zat daar toch al even. Bij Valérie ja, was het al iets pittiger. Maar het was alleen maar Sophie de Vuist die eigenlijk nog kon reageren met de pedalen. Dus als we in het verlies gingen gereden worden, ging het ook door Sophie de Vuist geweest zijn. Dus ik ben heel blij dat ze ons niet gelost heeft op de laatste kasseiklim. En dan was ik eigenlijk zeker dat ik de sterkste was van de 4 in de eindspurt. Ja. Hoe heb je die eindspurt beleefd? Toch wel zenuwslopend. Ik wist dat ik niet te vroeg mocht aangaan, omdat het een dalende lijn is. Iedereen kan dan snel rijden. Die kassei, dat is toch iets speciaals om op te koersen. Ze liggen ook heel slecht. En ze aan de kant zitten eigenlijk te vroeg aan, op 500 meter van de meet. Wat dat voor mij ideaal was om te reageren en eigenlijk op die manier naar de eerste plek te spurten. Ik neem aan dat dat het hoogtepunt van je carrière is. Zeker en vast, ik ben niet een veelwinnaar. Ik kan wel hard met de fiets rijden, van moment tot moment. En ik ben enorm blij dat ik op zijn minst één keer in mijn carrière een 3-kleur heb. En ik ga daar dan ook 365 dagen te volle van genieten. Dankjewel, proficiat.